Rogier, wat is je commentaar na afloop? Denk gelijk opgaande wedstrijd, hè, waarin de Graafschap denk ik fysiek wat meer kwaliteit heeft dan ons. Nou, we hebben wel geprobeerd daarin onze partij te bieden, zou ik maar zeggen. We hebben geprobeerd zonder druk te zetten bij vlagen. Ook gekeken van waar kunnen we ze pakken. Dat is eventueel in de omschakeling. Nou, de eerste helft waren daar een paar momenten. Nou, die werden ook zeg maar met gele kaarten uiteindelijk neergelegd. Ja, je geeft eigenlijk twee makkelijke goals weg. Hè. Dat zijn eentje eigenlijk vanuit een uittrap van de keeper en een andere vanuit een afgeslagen cornerbal. Ja, voor de rest heb je niet zoveel kansen weggegeven. Dus ja, dan blijf je wel met een gevoel van dat had misschien niet gehoeven. Dan zie je dat Proper rood krijgt, hè, tegen MVV. Zat er hier ook niet een rode kaartje in? Nou ja, dat is niet, achteraf is dat niet zo. Dat heeft niet zoveel zin. Alleen ik denk dat het onbesuisd verstoren is van een counter. En ik heb het niet teruggezien. Alleen ja, dat waren twee, drie momenten achter elkaar dat wij eigenlijk in de omschakeling een overtal hadden. En daar moesten we het ook een beetje van hebben, zeker in de beginfase. En uiteindelijk werden die ons ontnomen en hij heeft besloten. Goeie goal. Ja, dankjewel. Ja, kun je beschrijven? Ik maakte een diepte loopactie en ik zag dat Kas de bal had, dus ik liep diep en ik kreeg hem goed in de ruimte. En ik dacht bij mezelf, ik tik hem gewoon naar binnen en ik zoek de verhoek en het is helemaal gelukt. Dan wordt het 2-1, dan zie ik ineens een NEC, dan denk ik, nou de 2-2 zit eraan te komen, had je dat ook? Nou ja, je ontwikkelt wel druk en er komt een bepaalde swing, alleen daar kwamen nog niet echt hele grote kansen uit. En dan moet je het ook hebben van die standaard situaties, ja, die namen heel slecht. En dat sloeg wel een beetje de lucht eruit dan, zal ik maar zeggen. Dus dat is wat jammer, maar ja, volgens mij hebben ze er alles aan gedaan en was dat net niet genoeg. Ja, vind je dat je goed gezocht werd vandaag? Goed gezocht. Het is lastig denk ik. Eerste helft heb ik inderdaad niet zoveel de bal gehad volgens mij. Ja. En deze wedstrijden zijn voor mij ook niet heel makkelijk, zeg maar, omdat de ruimte zo klein zijn en Graafschap een fysieke ploeg is. Dus een paar keer werd je hoog aangespeeld, namelijk. En die keer dat je hem in de voeten kreeg, werd het wel meteen gevaarlijk. Ja, dat klopt. Als ik die bal mijn voeten heb met mijn rug naar mijn eigen goal, zeg maar, dan probeer ik altijd mijn actie te maken en dan gaat het goed inderdaad. Ja. Een paar weken geleden had je hier Tafsan en El Karouani, die ruzie door mijn vrije trap. Nu geeft El Karouani hem twee keer laag vol bij de eerste. En baal je dan niet dat er iemand voor de derde keer dan ook zegt, ik wil hem nemen? Nee, want dat zijn uiteindelijk de afspraken die we gemaakt hebben. En uiteindelijk traint hij ook op die vrije trap. En dan moet het in de wedstrijd tot uiting komen. Ja, en dat is niet altijd zoals het is, maar zo gaat voetbal. Toen hoorde je ook weer eens publiek juichen. Ja, dat was ook heel mooi natuurlijk. Het brengt een hele andere sfeer met je mee als je toch het publiek ziet. En dat ze je opjutten. Alleen jammer dat we ze niet wat hebben teruggegeven vandaag, maar dat komt nog wel. Tot slot, je speelde een goede wedstrijd, vond ik, tegen VVV Venlo voetballend gezien. Wat vind jij dat NEC nu nog als extra stapje moet hebben om dit soort wedstrijden minimaal tot een gelijkspel te laten komen? Ja, ik denk dat we niet ver daar vandaan zijn. Alleen je ziet met name het verschil tussen de twee ploegen waar we tegen gespeeld hebben is ook wel een beetje volwassenheid. Ja. En ook wel fysieke kwaliteit uiteindelijk. En dat leer je niet zomaar aan. Maar ik denk dat we doorgaan op de manier waarop we bezig zijn. En uiteindelijk moet je denk ik wel voorin proberen wat meer te kunnen creëren. Nou, en daar gaan we ook mee aan de slag.